NV Havenbeheer Suriname en Phoenix Development Company hebben gisteren de huidige status van de diepwaterhaven in het district Nikeri gepresenteerd aan president Santokki en minister Yubitana. Om in 2023 de definitieve investeringsbeslissing te maken in Suriname, wenst het bedrijf Firebird LNG een overeenkomst te sluiten met Staatsolie. De overeenkomst zal voorzien in het importeren van gas uit Guyana, deze vloeibaar te maken en wereldwijd te exporteren in overeenstemming met de Surinaamse Petroleumwet van 1990. Het ministerie van Openbare Werken zal een subsidie van $250.000 uit India ontvangen voor het projectvoorstel Enhanced Early Warning Service Delivery to Communities of Suriname in order to build their resilience to flooding due to excess rainfall. Met de fondsen zal het ministerie een waarschuwingssysteem voor overstromingen opzetten en in Suriname. Naast de bestaande landelijke automatische en manuele meetstations zullen er ook nieuwe geplaatst worden in het binnenland. De ad interim PAHO-WHO-vertegenwoordiger in Suriname, Lilian Renaud Vernon, heeft dinsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Minister Ramadine heeft daarbij de plannen voor de gezondheidssector besproken met de nieuwe vertegenwoordiger. Renaud Vernon wil zich inzetten om de reeds bestaande samenwerkingsgebieden te continueren en nieuwe vormen van samenwerking te propageren.